Ik heb
Dat is driedimensionaal.
Maar het feit dat deze twee priesters hier zijn, is heel bijzonder. Douglas van Brussels 3 zeggen, nou ja, oké, jongens, deze 3 op onder een C-47. Gevlogen vrienden door een Nederlander, Peter Kuiper. Hij is net gepensioneerd, hij vloog ergens op weg. Dat doet hij ook en hij vloog ook een B-47. En hij vliegt ook een B-47. Zijn die mensen waar ik voor wil, kijk eens maar hoe goed is. Dus ik ben dus de koop. We noemen dat in de koop en dan hebben we de Engelse Engelse graag. Ja, ze brengen niks aan. Ik kan niet vliegen. Ja, ik ga het even. Ik ga het even.
Terwijl ze dachten dat wat ik wel goed zou komen hier op de grond, bleek dat het helemaal niet goed was. En dan weet u wat er tijdens Martin Friday allemaal gebeurde. Ja, nu van helemaal om. Het lijkt wel een beetje te hebben.
Okay, yeah.
En dan moest je dan ook weer uitzien te komen met mensen aan boord die de zee zo snel mogelijk uit wilden, met zoveel mogelijk tegelijk. Dan ziet u, er kan in 60 mijl, nu ziet u aan de vleugel voorhand komen, er wat kleppen naar buiten, die komen automatisch. De andere kleppen ook. Dan gaat hij met zijn 2000 kilo, nog steeds maar 100 kilometer per uur. Hoe moet je dat dus ook voorstellen? Hoe dat dat lukt? Dan probeer je dan heel wat te laten. Dat het toen niet zo leuk was. Het was vaak leuk als je terugkwam thuis of het gehaald had. Maar dan was het ook de volgende ochtend een hele hoop hoofdpijn, want er werd het vroeg beschokt gevonden dan. En terecht, als je het weer gehaald had, als je die spionnen had teruggebracht, of die belangrijke verzetstrijders of die andere mensen die per se terug moesten.